Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear, waarin we elke week de nieuwste gear, gadgets en gear, hè, want het is niet, soms ook gadgets, finesse, omtrent gaming, voor de gamende mens. Dat kunnen zijn koptelefoons, muizen, computers, gamingkasten en deze week het toetsenbord. Het mooie letterplankje waarmee je spellen speelt. En soms wat fuck controllers. Soms een tweet schrijft of zo. Soms een tweet, ja. Soms een Discord berichtje en soms gewoon PONHUB.com. Daar is een ding over. Ik heb dat toen op de Stream Deck ingesteld, een Pornhub-knop. Pornhub-knop. Oh, ja, dat was op YouTube, vonden ze dat echt hilarisch. Ja? Ik krijg nog steeds wel eens reacties van, oh, hij heeft Pornhub op zijn Stream Deck staan. Vet hard. En dat durf jij, want je bent gewoon een gekke gast. Ja, dat doe ik gewoon. Lekker random. We hebben het vandaag over, en dan denk je misschien, wat zit er nou onder te kijken? Ik lees dat voor, want niemand weet dat uit zijn hoofd. De Corsair K70 RGB Mark II Low Profile. Low Profile. En dat is wel een toetsenbord. Corsair heeft een tijdje terug hebben ze een aantal soort van bewezen toetsenborden, hebben ze een Mark II variant van gemaakt. Want die toetsenborden waren al jarenlang populair, dus Corsair had zoiets van, nou, als jullie die zo tof vinden, dan gaan we die soort van herzien en updaten en beter maken. Dus zodoende kwam zeg maar de K70 RGB Mark II, die een tijdje terug ook al door Amador behandeld is in Gamers Net Gear. Maar we kregen ook nog eens een keer hetzelfde toetsenbord opgestuurd, maar dan dus de low profile variant. En dat wil zeggen, precies hetzelfde toetsenbord, maar dan met low profile schakelaars van Cherry erin. Dus het hele toetsenbord is zeg maar een goed aantal procent lager en kleiner, compacter dan een normaal toetsenbord. En wat betekent dat? Wat voor voordeel heeft dat? Wat is er anders? Nou, dat is een beetje, ik denk dat het vooral voor de toetsenbord puristen is het feit dat dit een heel ander soort schakelaar is op dit moment. Dus Cherry heeft normaal, en sowieso alle partijen die soort van proberen te doen wat Cherry MX ook doet, die maken altijd van die full grote schakelaars en Cherry zelf heeft nu een soort van kleinere ineengedrukte schakelaar. Dus dan krijg je dezelfde mechanische gevoel, maar het is lager en rendabeler en ze maken weer een soort van andere, er zit net een andere soort van touch aan, omdat alles wat lager zit. Dus dat is heel erg voor toetsenbordpuristen, of hoe je ze ook wil noemen, zeg maar toetsenbordaficionado's, mensen die echt zeg maar iets geven om dat gevoel, die gaan hier ook iets om geven. Dus het is lager, fysiek lager. Ja. Is die fysiek dan ook, zeg maar het hele toetsenbord is fysiek dan ook lager, denk ik? Ja, ze hebben dus ook lagere keycaps, maar zeg maar de base waar de switches op zitten, waar de schakelaars op geframed zijn, dat is nog steeds wel hetzelfde soort van precies. Gevoel. Dus ook dezelfde. Ze werken er ook aan dat bijvoorbeeld dezelfde RGB-effecten erop kunnen. En de USB-pass-through is terug, je kunt het bolsteun eraan klikken en dergelijke. Dus in die zin is het precies zo'n toetsenbord als we eerder al een keer behandeld hebben. Juist, dus wat dat betreft doet het weinig nieuw. Nou, je noemde het eigenlijk al, het is lager, het is rendabeler, het voelt anders. Ja. Dus als je gewend bent dan aan de, heet dat ding dan de high profile of gewoon, heet dat gewoon normaal? Ik heb nooit echt een naam gekregen omdat er nooit een naam voor nodig was. Maar normal profile. Ja, gewoon zeg maar de normale switches zullen we dan maar zeggen. Ja. De normale mechanische switches. Die voelen wel anders. Ja. En het ding is, daarin is het aanbod ook veel groter. Dus wat mij vooral opviel aan de K70 is dat ze hem nu alleen maar maken op de twee manieren waarvan Cherry nu dat soort low profile schakelaars maakt. En dat is zeg maar de zilveren of de grijze variant en de rode variant. En beide zijn lineair en beide zijn vooral herkenbaar omdat ze razendsnel activeren. Ik geloof zelfs dat wij hebben dan hier dan de grijze variant, die activeert echt met 0,2 mm indrukken. Die hoef je echt maar aan te kijken en die activeren al die toetsen. Als het een beetje hard waait. Ja, als het hard waait. Of nou ja, ik heb dus echt in games gezeten dat ik dacht van waarom ben ik aan het crouchen? Maar ik heb dus schijnbaar mijn pink op de C of zo gelegd. Gewoon echt alleen maar gewoon al eroverheen gehofferd zo'n beetje. Ja, maar dan noem je wat je maar. Is dat met deze minder of meer? Dat is dus misschien nog wel meer. Ik heb zelf nooit zeg maar lang mogen werken met de normale speed switch. Maar nu de lage profile speed switch is gewoon niet voor mij, want hij activeert te snel. Ik kan daar ook niet mee typen, want dan typ ik ook heel vaak fout of zo. Omdat ik mijn vingers zijn daar niet precies genoeg voor. Maar dat is dus wel een ding. Als jij houdt van een mechanische schakelaar met een bump of met een klik, nog iets erger, dus niet alleen het gevoel, maar ook nog het geluid, dan kun je dit hele toetsenbord al aan de zijkant schuiven, want Cherry maakt die schakelaars nog niet. Nog geen low profile clickies of low profile tactile schakelaar. Dus dit hele toetsenbord is niet geschikt voor iemand die dat wil voelen of horen. Nee. Het is alleen maar voor mensen die houden van een snel gevoel. En dan krijg je hierin wel nog een sneller gevoel misschien, Dus dit is meer voor typen dan gamen?
Nou, ik vind typen eigenlijk altijd wel fijn met, weet je wel, de bruine switches of de tactile switches. Sterker nog, typen met klikkies vind ik ook tegenwoordig niet zo heel erg meer. Mm. Het is heel erg een smaakgevoel, het is heel erg een tastgevoel, zou je kunnen zeggen. Het draait heel erg om van wat jij fijn vindt. Maar dit wil dus wel zeggen, kijk, ik vind het leuk dat ze dit doen en dat ze meerdere soorten toetsenborden uitbreiden. En voor de rest, het is ook een heel vrij mechanisch toetsenbord in wat er allemaal omheen zit. Mm. Maar de schakelaars zijn wel vrij eenzinnig. Je krijgt alleen maar lineaire, snelle schakelaars. De rode is dan iets minder snel, maar dat is het verschil is minim als je er niet in getraind Juist. Bent. Dus het heeft, als je ermee om kan gaan, als je ervan houdt, kan dit flink voordeel bieden. Oh ja, zeker. Ja, ik denk maar het je wel. Moet het wel, je moet, wat jij zegt, je moet niet iemand zijn die heel erg leunt op toetsen. Bij wijze van. Of te zware vingers heeft. Of te grote, dat je er per ongeluk meer aan raakt. Want dan raak je er ook meerdere aan in je games of in je Word-bestand. Whatever, weet je wel. Juist. Maar goed, dat is dus wel een ding. Kijk, ik denk niet dat iemand die dit zou kopen zich daar niet in inleest. Want het ding kost €180 voor de speed variant, €170 voor de rode lineaire variant. Dat zijn wel topprijzen. Dus ik mag hopen dat mensen die hier naar kijken ook weten van, oh oké, er zit geen klik of bump in en die kun je ook niet krijgen voorlopig. Dat is niet Corsair schuld, dat is dus omdat Corsair Cherry gebruikt. En Cherry maakt nog maar 2 varianten. Ja, dat is denk ik sowieso wel vaak met dit soort producten. Ze zitten gewoon in een wat hogere prijsklasse. Dus eigenlijk de dingen die jij nu ook noemt, ja, dat is vaak natuurlijk een soort van nadelig als je er een leek in bent, als je dit blind zou kopen, dat je achter bepaalde dingen komt. Ja. Maar heel vaak is het natuurlijk van, ja, als je dit soort dingen wil kopen, dan kijk je eerst 40.000 van dit soort filmpjes. Ja, ja, van iemand die hem al heeft. Hopelijk. Dat neem ik aan en dan pas ga je, of je hebt natuurlijk gewoon überhaupt al verstand van dat soort switches voordat je bijna €200 voor een toetsenbord betaalt. Ja, ja. Maar oké, jij hebt hier meer verstand van. Is 170, €180 is dat netjes voor wat je hiervoor krijgt? Ja, ik zou zeggen van wel, want je krijgt nog steeds alle luxe die je ook op de normale K70 krijgt. En dat is ook al best wel een premium toetsenbord met een prima prijs. Deze is dan een tientje dus duurder, afhankelijk van welke variant je precies neemt. Maar je krijgt nog steeds wel gewoon fatsoenlijke RGB, de USB pass-through, fatsoenlijke beeld, weet je wel, echt aluminium durable beeld, een polssteun die vrij relaxed is. Het is nog steeds gewoon een heel fraai apparaat, maar het zit nu nog wel iets meer topsegment als al het originele model zat. Dat is natuurlijk ook omdat ze een exclusievere soort schakelaar gebruiken. Dus ja, wat dat betreft, als je daarvoor zou willen gaan, hele goede koop. Als je sowieso al niks hebt met snelle schakelaars, dan moet je dit sowieso even aan de kant leggen. Juist. Totdat ze misschien komen, totdat Cherry zegt van, hey, hallo, wie ziet wie er daar? Hier heb je ook een klikkie schakelaar die laag is. Weet je wel, dat kan in de toekomst ook nog gebeuren. Ik hoop wel dat ze verder gaan met dit soort schakelaars maken. Ik hoop dat ze verder gaan met dit soort toetsenborden maken, want het heeft wel iets unieks. Het probleem is alleen dat het nu dus niet voor mij is, want ik vind tactile fijn. Ik vind de bump juist fijn. Dus. Jij bent gewoon te onhandig. Joh. Ik ben ook te onhandig. Dat is het, gewoon deze lompe, lange, akelige vingers. Werkt niet. Nee. Maar goed, weet je, het is een mooi toetsenbord voor de prijs. Dat in ieder geval wel. Dat kunnen deze vingers net aan bepalen. Dat het een mooi toetsenbord is voor deze prijs. Ik voelde zo, ik had zoiets van, oeh, €180 of €170. Prima. Ja. Mooi ding. Games Gear. Checken, want jij hebt ook een geschreven review. Ja, check ook vooral inderdaad de review als je er meer over wil weten. Maar ook alle specs staan natuurlijk ook altijd in onze geschreven reviews. Altijd een fijn, mooi op een lijstje, weet je er alles vanaf. En natuurlijk ook meer linkjes naar bijvoorbeeld die vorige review en dergelijke, die we ook hebben gedaan van de normale K70 of andere toetsenborden van Corsair. Kun je allemaal vinden, beschrijving hieronder. Mocht je het dan nog niet weten, geef een reactie. Gaan wij erop reageren, gaan met z'n allen lekker praten over veel te precieze schakelaartjes. En onhandige vingers. Diep zo, en dit is een soort eindfeet. Oh ja. Yeah.